Ben je op zoek naar een goedkope, snelle en betrouwbare site voor jou? Kibbeling. Nee. Coins. Wat bedoel je daarmee? FIFA coins. Ja, ik ken dat woord niet. Je kent het woord coins niet. Ja. Wel. Ja. Check in ieder geval fastutcoins.nl en gebruik de code MATTIE voor 5% korting. Yo, mensen. En het is vandaag kerst. Dit is homo muziek. Inderdaad, wat een game muziek. En het was fucking gisteren en eergisteren kerst, man. Ja. Ja, hè? Ja, ja. Nee, maar omdat het kerst was, kreeg iedereen 2 gratis dikke pakketten. Het waren echt hele dikke pakketten. En jongens en meisjes, dit gaan jullie niet geloven. Ik open dat pakketje. Die eerste pakketje dat ik krijg. En ik krijg uit het niets. Wie zou ik nou toch... Hazard! Dat meen je toch niet, jongen. Dat meen je toch niet. Ik stond echt een half uur te... Shine. Van blijdschap, jongen. De allermoeilijkste speler om te krijgen uit deze serie krijg ik op een gratis untradable pakketje. Oftewel, ik kan hem niet eens verkopen. Je kan hem discarden voor 0 coins. En op de transferlijst kun je hem niet zetten. Oftewel, al kreeg ik Neymar van 300k. Had ik er niks aan gehad. Ik krijg precies de goeie. Echt, de geluk is echt met kerst met mij echt blij. Ah, dit is geweldig. Wat vind jij er nou van, gozer? It's fascinating. Ja, what I can say. Ja, yeah, what you wanna say. Zelfs Louis van Gaal kan beter Engels dan hem. Never mind for me. Het volgende pakketje krijg ik niks. Dan check ik even de prijs van Thibaut Courtois. En ik weet dat het Thibaut Courtois is. En die prijs ligt rond de 89k. En nu hoef ik ineens nog maar 35k. En dan heb ik alle spelers van Road to Chelsea gehaald. Dan gaat het ineens hard, hè. Wat vonden jullie nou van Road to Chelsea tot nu toe dan? Fascinating, what I can say. En dit is nu mijn team met Jules. Haha. Hazard. Let's go. In ieder geval, als we een potje gaan spelen, ik moet tegen dit team met Clichy op het middenveld. En met Aguero, die heel veel gel in zijn haar heeft. Hij heeft ook soms wel eens een beetje gel, hè, Ron Jans? Bij een oefenwedstrijd en zijn jongetje, mijn moeder vindt jou hartstikke leuk. Maar die vindt wel dat je gel in je haar moet doen. Dus dan heb ik dat thuis maar verteld. En sinds die tijd heb ik een klein beetje gel erin. Doe je dan heel veel gel erin? Ik doe wel 1 jaar met 1 potje, hoor. Vind je van zijn kapsel dan? Fascinating. Ja, toch? Ja. Ja? Ja. Maar... zit het ongeveer even mooi als het kapsel van Louis? Nee, beter, hè? Vind je Rode Chelsea eigenlijk nog wel een beetje leuk, Ron Jans? Ik vind het nu wel een beetje een mix van voetbal in Koefnoen geworden de laatste maanden. En dan heb ik een corner en misschien vallen jullie ondertussen 2 dingen op. Waarom heeft hij ook een Chelsea-shirt? Dat is gewoon zo. Daarnaast, waarom speel je met gele pijltjes? Dat heb ik nog nooit gezien in mijn leven. Ja, ik weet ook niet. Ik hou gewoon van banaan. Lekker. Maar dat bedoel ik, dat vind ik dus koefnoen. Of wat vond jij dan van het kapsel van Ron Jans nu met gel? Wat bedoel je daarmee? Ja, gewoon, vind je zijn kuifje mooi? Ja, dat wel, maar hij is te laag. Hij is te laag? Ja. Zou je hem iets hoger willen dan? Wat bedoel je daarmee? Dat je hem iets hoger wil? Ja. Ben je doof of zo? Wat bedoel je daarmee? Dat je doof bent? Ja, dat wel. Maar verder komt hij op zijn hoofd en dan floept hij erin. Dat is wel jammer. Ja, dat wel. En dan heb ik hier een corner en ik ga laten zien hoe je echt een mooie corner scoort. Hij komt er weg, maar dan gaat Ramirez hem oppakken. Tjak, zo zakkie. Kapt ze maar uit, gaat naar binnen, gaat er weer even bij, ballroll en dan zit hij erin. Fascinating. En dan krijgen we hier echt naar mijn mening een fantastisch doelpunt. Ramirez heeft hier de bal, hou Ramirez in de gaten. Remy kapt ze maar uit, doet er 2 voorbij, zoekt naar Oscar. Oscar hem er 1 keer aan, tikt hem door op Remy en kijk eens wie er onder het beeld weer aankomt rennen. Dat is Ramirez, heeft hem vrijstaan en hij tikt hem niet erin, hij tikt hem terug op Remy. En dat is ziek uitgespeeld, helemaal weg. Fascinating. Maar we gaan gewoon vrolijk door, Remy heeft hier de bal op het middenveld. Kapt 1 man uit, die is niet echt goed staat te verdedigen. Gaat door en dan doet hij zeker skill move naar binnen. En dan gaat hij nog een keer naar binnen. Hij is een man kwijt en dan heeft hij ruimte om te schieten met zijn rechter buitenkant. Fascinating. Mooi. Maar we gaan nog een zieke actie doen met Remy. Over het hoofd, rainbow flick, rouletje, hak tot hak, naar binnen met die draaiende roulette, weet ik veel. En dan haalt hij wederom verwoest het uit. Weer een mooie actie van Remy. Het begint echt mijn favoriete Chelsea speler te worden, joh. En dan gaan we vrolijk door en dan is Oscar die door. En die is door. En die is door. En die is... Dat vind je grappig, ja? Ja. Heb je de Ron Jans al eens gezien? Weet je hoe grappig dat is? Moet je kijken. Wat lach je nou? Nee, ik moet zo lachen om jullie. Ik zit me kostelijk te vermaken. In ieder geval, ik win en ik sta op 12 punten na 4 wedstrijden. Ik heb er nog maar 3 nodig en dan win ik de titel. Fascinating. Maar niet voordat we het bijbehorende pakketje openen. En dit is een pakketje met Hazard op de voorkant. En daar heb ik zulke goede herinneringen aan. Maar in dit pakketje krijg ik helemaal niks. Fascinating. En Alfred Schreuder, de trainer van Twente, met de witte zakdoekjes naar gezwaaid wordt. Omdat gewoon debiel is en best wel een ei voorhoofd heeft. Voorhoofdkampioen van Nederland. Alhoewel die ooit wel een fantastische goal scoorde. Mooi. Maar voor de rest vind ik hem niet zo. Fascinating. Maar voordat we dit potje ingaan wil ik nog 1 ding laten zien. Laatst riep ik mijn moeder.
Oh ja hoor, wat een creatie weer hoor. De gamewereld, ja, shout-out aan jou, echt prachtig resultaat weer hoor. En in dit potje heb ik ineens een groen pijltje boven mijn hoofd. Shout-out naar gras. Keukenrol. Maar dan is eigenlijk tijd voor Hazard om te... shine. Hij heeft hier de bal, kap naar binnen, zoekt ruimte voor het schot, gaat nog een keer naar binnen en haalt verwoestend uit en die zit net niet. En dan komt hij bij Costa en die scoort hem. Is dit een assist? Kun je dat een assist noemen? Ja, dus indirect assist. Is dat een assist of... Indirect. Pas op bij mijn naam, Indy. Maar dan komt de bal hier door bij hem op Aubameyang en die is zo snel, die moet gewoon neergehaald worden, doei. En dat is natuurlijk een... penalty. En hij scoort ook die. Penalty. Hij mist jammer genoeg niet die. Penalty. Maar Remy gaat weer laten zien dat hij aardig kan voetballen. Gaat er door. Ping, ping, pang, bang, kruising, bal. Penalty. Remy kan scoren. Tikt hem lekker op Hazard. En die tikt hem weer terug naar Remy. En deze goal was persoonlijk wel erg fascinating. Echt waar. Kan hem ook gewoon in één keer kunnen scoren met Hazard. Maar dat lopje doet het hem hoor. Oh, wat dacht je hiervan? Balletje op Oscar. Op Remy. Waar is die keeper? Iets te ver van zijn doel. Nou, dat straf Remy wel even af op zijn eigen maniertje hoor. Fascinating. Ah, die was mooi. Wat bedoel je daarmee? Dat hij mooi was. En Remy is zo blij. Je kan een appel in zijn smoel doen. Wat een grote smoel, zeg. Wat bedoel je daarmee? Een grote Ik win! Pakketje! Met 12 gouden glimmende items erin. Dat kan alles zijn en ik open hem en... zie dit, hè. Ik open toch echt dat pakketje en uit het niets opent hij ineens... dit. Jullie hebben het gezien, ik... Nou ja, dat is jammer. Maar omdat ik het potje won en de titel daarmee, mocht ik nog 3 extra pakketjes doen. En de volgende keer lukt het wel om zo'n speciaal pakket te openen. Wat een stront, zeg. Dan ga ik het volgende potje spelen. Ja, je hoort het goed. Ik vergeet die andere 2 pakketten te openen. Remy Isidore ziet daar Costa staan en die kopt hem gewoon lekker in voor de 1-0. Dan heeft hij in de corner. Dat zie je niet vaak dat gebeurt, maar hij kan hem zomaar aannemen in de 16. En hij schiet hem er ook nog eens in. Dat is wel niet alledaags. Oscar is aan de bal. Ziet Hazard lopen. Gaat hem binnen. Schiet hem erin. Heel simpel. 2-1. Maar dan helaas heeft hij een balletje op Costa en niet Diego Costa. En dan schiet Silva hem erin. Niet Thiago Silva. Ofwel, ik weet het niet. Ik sta 2-2. Maar toch weer 3-2. En 4-2. En winst. En pakje. En niks. En alsnog die pakjes die ik in moest halen. En niks. En niks. Alhoewel dat niks. Ik krijg een jager chemistry stijl. En die zijn 6.000 tot 7.000 coins waard. Nice. Ik verkoop de zooi. Dan heb ik veel coins, gek. Dan heb ik ineens... bakken met geld. Wat bedoel je daarmee? Echt waar, ik heb echt... geld. Ja, dat wel. Dit is mijn volgende tegenstanders team. Het ziet er niet geweldig uit. Maar hij scoort er wel de 1-0. En het is zo lang. Maar Hazard gaat weer in. Shine. Hij loopt de 16 in. Wordt neergehaald. Penalty. Gaat zelf achter die... penalty. Staan. Scoort de... penalty. 1-1. Dan loopt hij er weer doorheen. Dan is het 2-1 voor hem. Maar Costa komt hier weer de 2-2 binnen. Remy wordt neergelegd. Penalty. Hazard kan weer gaan. Shine. Als hij dat wil, dan moet hij wel scoren. En hij scoort hem. 3-2 voor. 3-2 winst. Pakketje. Stront. Helaas. Maar ik verkoop alles wat ik heb. En dan, jongens en meisjes, heb ik 85k. En ik kan Courtois wel bijna aanraken, maar ik moet nog even wat squad fitnesses verkopen die ik nog in mijn club had. Dat doe ik. Dan heb ik 87k. En dan kan ik met trots zeggen, jongens en meisjes... I feel paralyzed. Oh my god, de allerlaatste man die ik nodig had in deze serie. En wie had het verwacht toen hij een minuutje of 8 geleden deze video aanklikte. Dat de serie voorbij zou zijn. En niemand had ook verwacht dat er 8 afleveringen de serie voorbij zou zijn. Maar het zat gewoon mee in dat ene pakketje. Maar ik ben super blij. Ik hoop dat jullie voor het laatst even een blauw duimpje achter zou willen laten. Dat zou ik echt vet vinden. De laatste aflevering hebben allemaal 10.000 likes gehad. En dat vond ik echt zo. Fascinating. En nu meen ik het. Het is vet. Road to Chelsea is echt mijn favoriete serie gewoon tot nu toe geweest op mijn hele kanaal. Ik heb er echt van genoten om dit te doen. Check de straw poll in de beschrijving. Dan kun je checken wat ik hierna ga doen als vaste zaterdag video. Stem erop. En dan zie ik jullie later. Wat bedoel je daarmee?